Welkom, Kreef, bij jouw Extended. We gaan eens even kijken waar dat mee te maken heeft. Wat mag jij temperen? Wat is er bij jou op dit moment belangrijk om te weten? Michael, waar heeft dit mee te maken? Het onmogelijke, innerlijke drive, uithoudingsvermogen, hard werken. Misschien werk je te hard. En durf je niet te vertrouwen dat het op je afkomt. We gaan even verder bij de uil. Dit is de wereld. Het vertrouwen, geloof, de tekens, de engelentekens, die krijg je van spirit. En de wind, waar heeft de wind mee te maken? Er komt heel veel naar voren. Er komen altijd veel kaarten en die hebben we niet nodig. Bekroning, erkenning, ontvangen. Durf te ontvangen, geloof en vertrouw dat je kunt ontvangen. Dat je het waard bent. Erken ook dat je soms dat het onmogelijke ook voor jou beschikbaar is. Dat je niet zo hard hoeft te werken en vertrouw erop dat het naar voren komt. De groei, de ontwikkeling die komt. En het gaat soms heel onopvallend. Het hoeft niet helemaal duidelijk te zijn hoe dat gaat stromen. Maar ik heb wel het gevoel dat jij dat heel goed in de gaten houdt. Stroomt het wel? Gaat het wel vooruit? Komt er wel een verandering? En de kaart kracht, oudheid, paaseiland, kaart nummer 55. Ik heb het gevoel dat je hier de kracht in jezelf niet erkent, maar wel, of wel erkent, maar... En jezelf niet durft te vertrouwen erop. Dat die naar voren mag komen, die kracht. En dat het al heel lang is dat het naar voren mag komen. Maar er komt bewustwording, crown chakra, Shiva. Er komt bewustwording wat je aan het doen bent. Dat is wat Michael ook zegt. We gaan het ze laten zien. En dan komt er vreugde, blijdschap. De viering. Het gaat luchtig. Het wordt luchtig. Je hoeft niet zo hard je best te doen. Het gaat gewoon gemakkelijk. Het gaat gewoon heel makkelijk. Eén kaart, zeg je. Oké. En blanco. Inspiratieloos, leegte. Maar hier krijg ik niet het gevoel bij dat het inspiratieloos is. Maar dat jij het niet hoeft in te vullen hoe het moet gaan stromen. Dat jij het niet hoeft in te vullen wat er gaat gebeuren. Spirit regelt dat. Het is niet aan jou om te kijken van hoe moet ik het gaan doen. Nee, bij jou is het gewoon om te vertrouwen op wat je kan en wat je geleerd hebt. Dat het ook gaat stromen. Dat er verschillende richtingen mogelijk zijn. En dat je nu nog niet hoeft te weten welke richting dat je uiteindelijk uitgaat. Maar dat je nu wel, je houdt het gewoon in de gaten of die kracht terugkomt, of er vreugde terugkomt, of er nieuwe dingen gaan gebeuren. Wacht, moment. Excuus. Maar doordat jij het vasthoudt, dat jij daarmee bezig bent, te veel, dat je het observeert en dat je de ontwikkeling in de gaten houdt, ontneem je eigenlijk je eigen kracht hierin. Gaat jouw kracht verminderen. En dat zie je ook. Die gaat op en af. Op en af. Die kaart 27, 42 of 55. Maar dan gebeurt er iets. Dan komen nieuwe dingen. En dan heb je het gevoel van ja, dat is het. Die kant moet ik op en dan gebeurt er niks. Maar nu mag je even rusten. Je hebt al van alles neergezet, hoor ik. En je bent dan mensen aan het helpen en je bent dan mensen aan het coachen misschien. Het zij in de familie, hè, dat hoeft niet op werkvlak uitgebreid te worden tot readings of tot weet ik wat.
Maar je kunt het ook voor jouw familie doen. Dat je mensen coacht, die mensen ondersteunt die hulp nodig hebben. En dat is ook een stukje leren. Mensen leren hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan. Ik moet nog een kaart pakken op de groei en op de voorstaak. Bij de groei, want mag daarvoor kaart komen. Zuivering, helderheid van je gevoelens en je mag ontvangen. Positiviteit. Dat mag gaan groeien. Want dat mag meer naar voren komen. Bij de onopvallend, bij de observatieschuwigheid, dat mag daar naar voren komen. Je mag inzichten krijgen. Je mag het vanuit een ander perspectief gaan zien. Misschien zie je het, observeer je het of het überhaupt wel gebeurt en zie je niks. Is er niets te zien op aardsvlak, omdat het hier nu blanco lijkt. Van er komt niets binnen of er gebeurt niks in mijn situatie. Maar daar gaan wel dingen stromen. Maar je mag dus energetisch loskomen. En dat was ook de kaart hier van de windrichting. Je mag loskomen van energie die jou vasthoudt eigenlijk. Om het onmogelijk te ontvangen. Je hebt het gevoel dat je keihard moet werken daarom, daarvoor. Maar dat is niet altijd zo. Dat mag je loskoppelen. Koppel die overtuiging los dat het allemaal moeilijk moet gaan. Koppel de overtuiging los dat het niet gaat stromen als je niks doet. En dat is heel belangrijk om te zien. Bij blanco mag ik aan het herkennen. Twin flames, onvoorwaardelijke liefde, vorige levensunion. Dus er komt, het heeft dus ook nog te maken met tweelingzielen. Dus daar mag nog iets gezien worden. Dat gaat, jullie gaan opnieuw beginnen. Het hoeft niet te zijn vanuit, er komt vreugde, blijdschap. Maar jullie gaan opnieuw beginnen. En daar hoef je, dat die oude overtuigingen, die oude energie tussen jou en die anderen, tussen jou en bepaalde zaken, mag los. En daarom zie je ook hier de windenergie, de windrichting. Die mag veranderen. Zuiverheid mag hier plaatsvinden. Zuivering van gevoelens, zuivering van energie, zuivering van blokkades. Want de vooruitgang komt, de overvloed komt, als je alles gezuiverd hebt. Daar heeft het mee te maken. Michael, hoe gaat zich dat ontwikkelen? De vier van zwaarden. De zeven van zwaarden. Je hebt een hele moeilijke periode achter de rug. Die eigenlijk je alleen maar toch heel veel dingen geleerd heeft. Maar die zware negatieve gedachten, die mogen wel nu los. Iets ouds achterlaten. Durf jij die sprong te wagen? De voel, durf jij die sprong te wagen en alles achter te laten en een nieuw begin te plaatsvinden? En oops, dat ging maar net goed. Met de King of Cups, de balans in jezelf, in jouw emoties te krijgen, dat is wat er gaat gebeuren. Dat vind je lastig. Je vindt lastig te geloven dat er gewoon een nieuwe start kan komen. Ergens zit er nog iets dus. En de Eight of Cups, maar je loopt wel weg van die nare energie. Dus dat is wel wat gebeuren gaat. Dan krijg je de kaart Three of Cups, samenwerken. Ik heb hier het gevoel dat je gaat samenwerken met Spirit om jouw energie te zuiveren van die nare en moeilijke gedachten. Dan krijg je de kaart Judgment. Je stijgt eigenlijk boven jezelf uit, maar je hoeft ook dat oordeel niet over jezelf te hebben. Je mag in een transformatie. Je mag het loslaten. Je mag oude energie, dat zie ik ook hier. Je mag oude energie loslaten. Nou, energie die jou belemmert, maar je mag ook boven jezelf uitstijgen. In kracht toenemen. En vanuit je hogere zelf ook communiceren.
Mag ik een kaart op de zeven van zwaarden? Magician. Je hebt niet geloofd dat je het zelf kunt manifesteren. Maar dat gaat wel gebeuren. Judgment. High Priestess. Je krijgt de inzichten van gene zijde. Je wordt ondersteund hierin. Ondersteund om oude energie los te laten. Ik heb het gevoel dat je nu even in een rustperiode zit. Cocoonen hoor ik. Dat je even lekker in je eigen omgeving blijft. Waardoor jouw energie gezuiverd wordt. En dat is nodig. Dat heeft te maken met oude stukken die je los mag laten. Die energie moet gereinigd worden. Waardoor je dus naar voren kunt. En dan krijg je de kracht terug. Want die ben je kwijt. Jouw kracht moet terugkomen. En niet op alle vlakken ben je die kwijt. Maar op veel vlakken. En meer op het vlak van het vertrouwen. Vertrouwen ga je nu langzamerhand nog meer in kracht toenemen. En dat is gewoon goed. En dan krijg je als onderste kaart van het dek de zon. Dus daar wil jij naartoe. De zon, dat is voor jou nodig. Doordat jouw energie verandert en jouw energie wijzigt, doordat je emoties loslaat, doordat je heling krijgt, gaat hier iets veranderen. Dus dat is gewoon belangrijk, dat er bepaalde emoties gezien mogen worden en het vertrouwen terug mag komen naar spirit, dat er dingen dus veranderen. Het heeft te maken met zuivering van je emoties. Dat is wat ik hierbij voel. Ja, de zuivering van jouw hele systeem. Dat mag gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Dankjewel voor het boeken van deze, of bestellen, of het kopen van deze reading. Zo moet ik het zeggen. En namaste.